neem ik u weer even mee terug naar die Amsterdamse vrouwenmars. En het communistisch vlagvertoon dat daar te zien was. Die vlaggen die zijn daar namelijk niet voor niets. Het feminisme van vandaag de dag is totaal in de ban geraakt van het cultuurmarxisme. Alleen is nu de traditionele klassenstrijd vervangen door een strijd van minderheden en vrouwen tegen een nieuwe onderdrukker. Oh jee. Te weten, de blanke man. De bankman? Dus wat doe je om zo'n vermeend... Kijk, deze vrouw, die hoopt dat ze Greta Thunberg kan nadoen. Nou, door alle verschillen tussen mannen en vrouwen verdacht te maken of te ontkennen. Hoe invloedrijk deze feministen zijn, dat merken wij trouwens dagelijks. Zoals u weet, is dames en heren tegenwoordig beste reizigers. Tegenwoordig is maandverband voor vrouwen, maandverband voor mensen die menstrueren. En als het aan D66 ligt, dan zijn onze politiebureaus niet langer bemand, maar bemenst. Oh, een heer in de zaal, u weet het hè, als u een deur openhoudt voor een vrouw, dan bent u volgens de feministen van vandaag een seksist. Afsluit wil ik u graag een citaat voorlezen van een in onze kringen zeer bewonderde Franse denker, Alexis de Tocqueville. Ik citeer: er zijn mensen in Europa die de verschillende eigenschappen van de seksen verwarren en menen van man en vrouw wezens te moeten maken die niet alleen gelijk, maar zelfs eender zijn. Hetgene hen beide verlaagt en slechts zwakke mannen en onbetamelijke vrouwen doet ontstaan. Einde.